trainerswissel bij VV Walram. Nog steeds onduidelijkheid over het doorgaan van het Auwieverbal. En ondernemerschef Ubachs op 90-jarige leeftijd overleden. Aan de nieuwe weg in Valkenburg komt een extra parkeerplaats. Tijdens evenementen in de Gulstad is het zo druk dat er vaak tekorten aan parkeerplekken zijn, zegt het college van burgemeester en wethouders. Het stuk grond waar de parkeerplaats komt, heeft de gemeente al in bezit. De aanleg van de nieuwe parkeerplaats gaat ongeveer 95.000 euro kosten. Er moet plek komen voor 300 auto's en de gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het voorstel van het college. De organisatie van Kerststad Valkenburg heeft alweer de data voor de winter van dit jaar bekendgemaakt. 7 weken lang gaat het festijn plaatsvinden. Op 15 november 2024 gaan de evenementen van start en op 5 januari 2025 wordt Kerststad Valkenburg afgesloten. Afgelopen jaar braken de gemeentegrot en de fluwelengrot het bezoekersrecord. Een bedrijf heeft bij de gemeente Valkenburg aan de Geul een aanvraag ingediend voor het organiseren van een evenement op het Walramplein tijdens het Auwieverbal. Uitsluitsel volgt pas komende week omdat de veiligheidsadviseurs van hulpdiensten nog vragen hebben aan de organisator. Het grootste adventure-evenement van Europa, Raid Lowlands, vindt in september plaats in Limburg. Zowel de start en de finish zullen in Valkenburg zijn. Het sportevenement is een mix van mountainbiken, lopen en kajakken. In totaal doen 80 teams uit 17 landen 36 uur achter elkaar sporten. Het team dat met behulp van een kaart en kompas alle checkpoints kan vinden, wint. Wereldkampioen tijdrijder Remco Evenepoel zal op 14 april aan de start van de Amstel Gold Race verschijnen. Dat meldt Wielerflits. Het is voor de Belg de eerste keer dat hij deelneemt aan de enige Nederlandse wielerklassieker. De 24-jarige renner van Soudal Quickstep mikt in de voorjaarsklassiekers vooral op een derde opeenvolgende zege in Luik pas te Nakenluik op 21 april. In aanloop naar die koers rijdt hij de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Fer van Melsen is de nieuwe trainer van derde klasser VV Walram. Hij volgt Umut Akel op die afgelopen zondag per direct opstapte. Van Melsen heeft dinsdagavond al de eerste training verzorgd en de nieuwe trainer laat weten dat hij in eerste instantie het lopende seizoen zal afmaken. Het bestuur is blij dat Van Melsen de nieuwe trainer is geworden. Fer van Melsen is hier ooit als voetballer bij de jeugd begonnen. Heeft ook bij de senioren bij Walram op heel hoog niveau gespeeld. Daarnaast is Fer als voetballer ook bij Fortuna A-jeugd geweest. Kortstondig ook een profcontract bij MBV. En heel bekend ook als voetballer bij andere Limburgse amateurverenigingen. Of Van Melsen ook volgend seizoen nog blijft bij de club, is niet duidelijk. Nou, we hebben met Fer afgesproken dat we de komende anderhalve maand het zullen evalueren. Kijken of we op zoek moeten naar een andere trainer. In principe wel, maar niet is uitgesloten gewoon dat het ook nog eens anders zou kunnen uitlopen. Maar dan lopen we voor de muziek uit en laten we het nog even niet doen. Van Melsen zelf wil niet voor camera reageren. Hij wil eerst beter kennis maken met de spelers. Rustig, rustig, warming-up oefeningen. Het beëindigen van de samenwerking met de vorige trainer, Umut Akel, is in goed overleg besloten, zegt het bestuur. Er waren wat verschillen van inzicht. Laat ik het zo formuleren. Verschillen van inzicht hoe we het seizoen zouden afmaken. Nou, we hebben samen goed overleg gehad over die verschillen. Om te kijken of we die konden overbruggen. Helaas was dat niet zo. En in goed onderling overleg met heel veel respect naar elkaar toe hebben we moeten doen besluiten om onze samenwerking te beëindigen. Toch zegt hij tegen ons dat hij redelijk verbaasd was dat de samenwerking werd beëindigd. Nee, verbaasd dat we het seizoen niet hebben kunnen afmaken. Ja, dat was het, ja. Want op sportief gebied ging het toch goed? Ja, maar goed, niks is een garantie gewoon. Wat bedoelt u? Nou, zoals ik het zeg. Voorlopig gaat de club nog door met Van Melsen. Het is dus nog even afwachten of hij volgend seizoen ook langs de lijn staat. De herbouw van het hotel Croix de Bourgogne op het Theodor Dorplein in Valkenburg start na de carnaval. Welke aannemer aan de slag gaat met de bouw wordt binnenkort bekendgemaakt. De bouw moet uiterlijk op 15 januari 2026 voltooid zijn. Anders moet de ontwikkelaar een boete van 500 euro per extra dag vertraging betalen. Donderdagochtend is op 90-jarige leeftijd ondernemer chef Ubachs uit Berg en te Blijt overleden.
Ubachs begon zijn installatiebedrijf in 1957. En vanaf die tijd bouwde hij het bedrijf samen met zijn vrouw Truia uit achter hun woonhuis aan de Valkenburgerstraat. Ook opende hij een vestiging in België. Na 40 jaar droegen ze het bedrijf over aan hun zoons, maar ze bleven achter de schermen altijd nauw betrokken. Chef Ubachs werd 90 jaar. Een bijzonder moment voor de Stichting Kasteel van Valkenburg. De kasteelruïne gaat al heel wat eeuwen mee, maar de stichting bestaat dit jaar 100 jaar. Het is dus een feestjaar en dat is niet alleen een moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Het 100-jarig bestaan werd vrijdagmiddag gevierd. Er werd teruggeblikt op het ontstaan van de stichting die in 1924 is opgericht. Meerdere organisaties waren er destijds bij betrokken. Het waren dus mensen van de Catacombestichting, maar ook van de voormalige de vereniging Het Geuldal, de eerste VVV van Nederland. Dat waren bepaalde pioniers die toch het toerisme wel een beetje in hun aderen hadden zitten. En die hebben gedacht, nou, we moeten het kasteel behoeden. We moeten wat meer met het toerisme gaan doen. En dat was de eerste trekpleister in feite van Valkenburg, was de kasteelruïne. En het is nog steeds een trekpleister. Er is tijdens de bijeenkomst ook vooruitgekeken. De stichting wil de bezoekerservaring verbeteren door de geschiedenis van de kasteelruïne nog beter over te brengen. We moeten natuurlijk verder. Kijk, de ruïne brokkelt verder af. Dat is Mergel, dat is weersinvloeden. Maar het kasteel is zo groot geweest. En als je daar loopt, je ziet niet welke bouwfase het geweest zijn. Het is in 1115 begonnen, 1672 de vernietiging. Maar er zijn diverse bouwfases geweest, diverse keren vernietigd en weer opgebouwd, uitgebreid. En je hebt dus heel veel, als je iets gaat restaureren of zo, dan vernietig je wat eronder zit. En dat gaan we dus niet doen. We gaan het meer accentueren. We gaan weer op de poorten wat terugbrengen, zodat je ook kunt zien, hier loop ik door een poort heen. En hier is een valbrug geweest, en hier is dit geweest, hier is dat geweest. Nu is het in feite een hoop stenen. En als je het verhaal niet kent, dan leer je er niks van. De Valkenburgse toerismewethouder is blij met de plannen. De kasteelruïne speelt een belangrijke rol in de toeristische sector van de Geulstad. Ja, ik kijk er heel positief tegenaan. We zijn zelf als gemeente bezig met een nieuwe visie vrije tijdseconomie. En we weten nu al, met alle gesprekken die we hebben gevoerd met heel veel experts in Valkenburg, maar ook mensen van buiten die een bepaalde expertise meenemen. Vandaag hebben we ook al eens iemand gezien die een presentatie heeft gegeven. Laat zien dat we de historie, het verleden, veel meer aan bod moeten laten komen in het toeristisch product van Valkenburg. En niet alleen de stenen, wat Nat van Dook vandaag vertelt, niet alleen de stenen, maar het verhaal in combinatie met de stenen. Maakt uiteindelijk voor dat je een belevenis creëert. En dat zorgt ervoor dat je met een heel prettig bezoek in Valkenburg te maken. En dus kan de stichting met het nieuwe plan er nog eens 100 jaar tegenaan.